De 57. Ik zei het eerder al, we hebben bijna de complete Tielman Brothers in de studio bij elkaar. Wie ontbreekt er nog? Hoeveel ontbreken er dan nog? We hebben Andy, Lulu en Reggie, geloof ik, hè? En wie zijn er nou nog niet? Pantan. Waar zit hij? Die zit in Indonesië. Ja, dat is iets te ver weg. Ja. Iets te ver weg. Die speelt ook niet meer met jullie dan? Nee, al heel de tijd niet meer. Al hoe lang niet meer? Nou, 64 al. En jullie hadden vandaag nog in dit Hilversumse een ontmoeting. Met iemand die vroeger ook dienst uitmaakte van de Tielman Brothers, hè? Een NOS-technicus tegenwoordig. Ricky. Richard Pereira. Ja, Richard Pereira. We noemen hem anders, wil ik net zeggen. We noemen hem Richard. Ricky, is die er van het begin af aan bij geweest? Nee, daar is hij veel te jong voor, denk ik. Tweede generatie. De tweede generatie Tielman Brothers. Ja, hij lacht, hoor. Ik zie hem daar. Er gebeurt van alles binnenkort op rock'n'roll gebied. Jullie zijn weer bij elkaar. Ja, zij het niet natuurlijk in de eerste samenstelling en ook niet in de tweede samenstelling. Min of meer. Maar er komen een aantal groepen bij elkaar in Den Haag. Zeer binnenkort, op 30 mei, in de Houtrusterhalle in Den Haag dus. En die treden daar voor zover mogelijk op in de oude samenstelling. En daar zijn jullie niet bij, hè? En ja, daar wilden jullie graag wat over zeggen. Hoe dat komt. Ja, we hebben zelf een avond. In Dordrecht. Jullie hebben zelf een avond in Dordrecht. Jullie zijn gevraagd door de organisatoren van de Houtrusterhalle in Den Haag. Maar toen bleek dat jullie al heel lang geleden afgesproken hadden dat jullie in Dordrecht zouden optreden. En de opbrengst van dat concert in die zaal in Dordrecht, die komt ten goede aan de Sterrenlanden voor de aanschaf van een rolstoelbus. Precies, ja. Heel jammer dat jullie er niet bij kunnen zijn natuurlijk in de Houtrusterhalle in Den Haag. Dat is jammer, ja. Maar ik kan me voorstellen dat je dit niet wil laten schieten. Ja. Hoe is het met de Tielman Brothers? Heren, vertel eens, wie wilde wat vertellen? Ja, wat is het een beetje ingewikkeld. Ja. Ja, we zijn 2-3 jaar hebben we niet met elkaar gespeeld, dus Lulu, Reggie en ik dus. Hè. Ja. Maar als het moet, spelen we morgen weer samen. Morgen voor de eerste keer weer? Nee, als we willen. Als het moet, dan gaan we morgen weer samen spelen. Maar ze hebben een eigen groep en ik heb mijn eigen band dus. En jij hebt je eigen band? Ja, dat is al 2-3 jaar voor ik, hè. Ja. Maar als het moet, dan spelen we morgen weer samen dus. En wanneer moet het dan? Wanneer maar. Wanneer? Ze noemen mij mee dus. Ja, de 30ste zeker. De 30ste? Ja. Het is eigenlijk voor de eerste keer weer. Ja. In Dordrecht. Ja. Dan moeten we allemaal gaan kijken. In de Merwedehal vindt dat plaats. Merwedehal, ja. Op zaterdag de 30ste mei aanstaande. Andy Tielman samen met de andere broers, Lulu en Reggie. Ja, maar ik zeg wel spelers meedoen. Willen jullie meedoen? Ja, wij zijn er wel. Ja, ze wisten nog van niks. Ze wisten van niks. dat is best heel erbij. Wat doen jullie tegenwoordig? Andy heeft het over een eigen band die jullie hebben. Waar maken jullie deel van uit, Reggie? We hebben een eigen groep. We moeten vanavond in Duitsland zijn. En hoe heet die groep? Eurasia. En gaat het... Jullie spelen nog altijd in Duitsland veel, hè? Hoe komt dat? Oude fans nog. Mensen die jullie nog kennen. Een poen. Het verdient dat ook. Ja. Is het in het nachtclubcircuit? Ook, ja. Ook. We doen gala zo. Maar wat doe je vanavond bijvoorbeeld? Gala. Ja. Wat houdt dat in, gala? Nou, dat is in het Duits, mag je in het Duits moet je even. Dat is hier zoals zo, enkel optredens, hè? Ja. Eén avond optreden, twee avonds optreden. Ja. Op week is dan geen gala. Dat doen we in Duitsland gala. Heel chic natuurlijk. En duur. Dat ja. En goed verdienen. Hebben jullie al platen gemaakt met de nieuwe groep? Wij zijn bezig. Jullie zijn bezig? Ja. Maar wanneer mogen we wat verwachten? Ik denk dit jaar nog. Dit jaar? En Andy blijft platen maken natuurlijk? Ja, maar ze gaan ook platen maken met mij hoor. Ja? Ja, zeker. Jullie gaan weer gewoon onder de naam Tielman Brothers spelen. Wat is de bedoeling ook weer? Ja, Tielman Brothers of gewoon Tielman, wat maar ook. Wat er ook gebeurt. Kan niet schelen. Nee. Ik ga even een nummer van jullie draaien, lijkt me beter. Dan dat we zo lang blijven praten. Long Tall Sally van een live LP. Weten jullie wanneer dat opgenomen is? Ongeveer? Oh, dat is zo lang. Wacht eens, 62. 65 al. Live. Wat een sfeer. Fans, die zijn er altijd veel geweest van de Tielman Brothers. Ik ben ervan overtuigd dat ongelooflijk veel mensen luisteren naar dit wederoptreden van de Tielman Brothers voor de radio, min of meer. Weten jullie nog wanneer dit opgenomen werd? Weet je nog? 65. Wanneer, waar het gebeurd is ook? Ik denk in Duitsland. Gütersloh. 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 Live.
In Duitsland zijn jullie misschien nog populairder dan in Nederland, of niet? Nou, weet je ook. Durf je hier niet over uit te spreken. Nee. Aan Duitsland hebben jullie toch helemaal van binnen naar buiten gezien, hè? Zoiets, ja. Dat wel. Overal geweest. Ja. Denk je nog met weemoed terug in die tijden? Toch wel. Ja? Af en toe. Is het niet meer zo leuk tegenwoordig? Oh, jawel. Dat was het leuk maken. Ja? We maken het zelf leuk. Nog steeds? Ja. Ik zie Lulu nu voor me met een kop met hartstikke veel lang haar. En ik heb toevallig ook de eerste LP van de Tilburgers bij me. Waarop je achter de drum zit met een heel kort kopje. Heel lang in haar, ja. Daar was ik toen nog lelijk, hè? Er is wel nog wat veranderd in die tijd, hè? Nu ben ik nog lelijker. Wat zou die LP waard zijn tegenwoordig, die eerste LP van jullie? Heb je daar enig idee van? Ja, ongeveer 600-700 mark betaald in Duitsland. Hoeveel exemplaar heb je nog thuis? Patrick. Hoeveel? Maar niet verkopen. Heel waar. Je verkoopt niks. Antiek. Jammer. Misschien dat er een aantal garen zijn die we kunnen oproepen. O Solo Mio van de eerste LP van de Tilburg Brothers. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Andy, heb je nog een paar woorden tot de fans te richten? Ja. Dag en tot ziens, de 30ste. En we zijn allemaal net als vroeger. En de 30ste is dus 30 mei. En niet volgende week donderdag al, maar gewoon 30 mei in de Merwedehallen. Of hal in Dordrecht. Daar treden ze op, de Tilman Brothers. Andy en de rest van de Tilman Brothers, bedankt. Tot de volgende keer. Oké, bedankt. Dag. Tot de volgende week.